Een hele goede avond. We gaan even terugkijken op de etappe in de Tour de France van donderdag 16 juli. De dag waarop we met z'n allen naar Plateau de Bij mochten fietsen. Ja, een enorme mooie etappe met veel mooie cols en zware cols ook. Ja, je zag het gewoon echt aan die renners. Vroeg gestart ook. En lange etappe met een groep die vooruit mocht. En die de vrijheid kreeg van het peloton. En ja, dat kwam eigenlijk vooral omdat het mannen waren. Die toch wel behoorlijk wat minuten verloren hadden. Maar er zetten wel stevige namen in. Zoals een Fuglsang en een Rodriguez. En een Kwiatkowski. En ja, dat zijn toch de mannen die je normaal gesproken niet weg laat rijden. Maar in dit geval kregen ze de ruimte van Team Sky. En de gele trui met Chris Froome. Nou, en die pakte uiteindelijk 12 minuten. Het zag er even naar uit dat Kwiatkowski en Sepp van Marken de ruimte kregen om uiteindelijk om de overwinning te gaan vechten. Maar je zag dat Fuglsang en Rodriguez ze niet heel ver weg lieten rijden. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat Rodriguez in zijn eentje over de finish kwam en het uitstekend had uitgekiend. En ja, toch een mooie overwinning binnenhaalde. Daarachter zag je toch dat de mannen als Nibali en Contador niet de kracht hadden om Froome echt weg te rijden. En er werd eigenlijk ook niet echt geprobeerd. De enigen die dat gingen proberen waren uiteindelijk Quintana en Valverde. En die gingen om en om in de aanval en probeerden op die manier Froome uit het wiel te rijden. Maar Froome was ongenaakbaar. De man die in het geel reed en met zijn kleine versnelling die mannen elke keer weer terug had. Ontzettend knap. Nou, de Nederlanders bleef goed aanhaken. Mollema stoempend naar boven. Verloor uiteindelijk een minuutje. Ja, Geesink had pech. Die reed lekker en moest wachten op een fiets. En uiteindelijk verloor hij ook een minuut. Maar erg fris, erg goed rijden. Daar verwacht ik nog wat van in de aankomende weken. Morgen gaan we de bergen uit, de Pyreneeën uit. Wordt het weer wat vlakker. En misschien kans voor een leuke aanval. En we kijken uit naar de Alpenetappes.